Hoi, mijn naam is Gerne Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik van Liptek erbij gepakt de Box Scratcher. En de Box Scratcher is gewoon een ontzettend leuk freestyle board. Hij is zelfs floaty, poppy, buttery, spills dus eigenlijk als je het een beetje allemaal bij elkaar optelt. En het is gewoon een ontzettend leuk fun board voor een, ja, eigenlijk gewoon een beginner tot expert wel. Tot en met expert. Zeg maar, iedereen kan hier gewoon lol op hebben. Hij heeft namelijk een banana twin. Dat wil zeggen dat hij heeft een flinke rocker erin zitten. Dat maakt hem lekker wendbaar. Lekker speels. Hij draait vrijwel uit zichzelf. maakt hem dus speels. En geeft hem dus ook ietsjes meer float. Vandaar dat ik die net ook noemde in dat lijstje. Mocht je een keer van de piste afgaan. Die neus die komt uit zichzelf eigenlijk al omhoog. Nou, dat zorgt er gewoon voor dat hij heel speels wordt. Dat hij heel makkelijk prest. Dat hij heel makkelijk gaat ollien die shape. En die maakt hem net wat vergevingsgezinder. Die medium flex die erin zit, voelt iets zachter, vind ik zelf. En wat ze zelfs hebben gedaan, is ze hebben de tip en til, dus eigenlijk vanaf de inserts, hier hebben ze hem flexibeler gehouden en in het midden ietsje stijver. Zodat je echt, als je een tilpress gaat doen, dat je echt voelt dat hij hier erin wil zakken, als het ware. Dan kan je echt je press erin lokken, als het ware. Hij is opgebouwd uit 75% Aspen en 25% Paulownia hout. Ik heb het woord al zo vaak gezegd, en nou ineens struikel ik erover. Maar dat even terzijde. Zorgt ervoor dat het een hele sterke base wordt. Of een hele sterke kern is. Die tevens nog, dat ze best goed licht hebben kunnen houden. En heel stevig en veel pop eigenlijk. Ik wil heel graag terug naar zijn oude shape. En dat zorgt ervoor dat hij gewoon ontzettend goede pop krijgt. Ze hebben als fiberglass hebben ze eigenlijk twee lagen gebruikt. En dat is een biax laag. Dus die ligt in twee richtingen. Zorgt ervoor dat hij torsioneel wat meer flex houdt. Dus dat geeft hem een beetje vergevingsgezindheid. En een wat losser, leuker, vrijer gevoel. En de andere laag is triax, dus het ligt in drie richtingen. En die maakt hem toch net even wat stijver, net wat directer. En die verdeelt de krachten wat mooier over het hele board, als het ware. Om dan hem nog meer grip te geven, hebben ze magnet traction eraan toegevoegd. En dat zijn een soort bobbelende, is eigenlijk een soort bobbelende staalkant. Ze hebben dit board minimaal gedaan, omdat sommige mensen het op rails niet heel fijn vinden. En daarom hebben ze het hier minimaal in gedaan. Eigenlijk net genoeg om jou extra grip te geven op ijzige plekken op de piste en hard samengestampte stukken op de piste. En eigenlijk heb je er helemaal geen last van op rails op deze manier. De tip en til, ze stoppen eigenlijk met de staalkant hier. En aan de andere kant hetzelfde, hier. En daar stopt ook de kern van het board. Waarom hebben ze dat gedaan? Ten eerste, het bespaart gewicht. Aangezien de kern nu eerder kan stoppen en de kunststof dat hier zit, is veel lichter natuurlijk. Dus je hebt minder swing weight op die manier. Als je een 360 gaat doen bijvoorbeeld, dan merk je gewoon dat je net iets minder gewicht hoeft mee te zeulen als het ware. Wat het ook doet, is het beschermt als het ware jouw kern. Als jij hem ergens tegenaan tikt, dan zorgt het ervoor dat, ook al springt hij open, dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Want het water kan toch nog niet bij de kern komen, er zit alleen nog maar kunststof daar. De base, niet te vergeten, kijk, eigenlijk in één keer goed, is een sintered base. En een sintered base is heel snel en heel sterk. Het zijn allerlei samengeperste korrels en dat betekent dus dat eigenlijk het water dat hier jouw neus raakt heel makkelijk met weinig weerstand zijn weg naar achter kan vinden. Zorgt er ook voor dat hij meer wax loslaat, dus belangrijk dat je hem ook goed blijft waxen. Nou, de Box Scratcher, duidelijk een freestyle board zoals je het nu wel aardig hebt gehoord. Geschikt voor een, ja, eigenlijk voor alle soorten snowboarders. Maar een soort snowboarder die wel een wat flexibeler board zoekt. Die chill, soft, achtig aanvoelt. Leuk is, speels is en toch gewoon meer dan genoeg grip heeft. Dit is de Box Scratcher. Wil jij er nou meer over weten? Kom even langs bij ons in de winkel. Vertellen wij er veel meer over. Als dat niet kan, kijk even bij ons op de website downtown.nl. Dit is de Liptek Box Scratcher.